Hij vliegt, hij waggelt en hij zwemt. Hij kwekt voor jou en hij kwakt voor haar. Hij snapert heel wat bij elkaar. En als jij een liedje voor hem zingt, dan plonst, dan duikt hij en dan zwemt hij wat voor hem. Spettert de pater lekker in het water, ga maar vast naar huis. Hij komt een druppel later, spettert de pater lekker in het water, ga maar vast naar huis. Hij komt een druppel later. Haal hem onmiddellijk uit de ketel, Tandam. Maar deze mieren kwamen over de waterval, Hoogheid. Is dat zo? Op zoek naar de pot met goud natuurlijk. En dus heb ik gedaan wat we altijd doen en maak ik nu soep van me. Dat is niet goed, Tandam. Dit zijn geen slechte dieren. Hoe weet u dat nou? Heb je geen vertrouwen meer in me? Geloof je me niet? Natuurlijk wel. Schiet dan op en haal hem uit de ketel, voordat het te laat is. Natuurlijk. Wat heeft die eend de mazzel, zeg? Ongelooflijk. Ah, hij komt alweer bij. Hoe voel je je, Alfred? Mijn verontschuldigingen voor wat er gebeurd is. Hebt u me uit die soepketel gered? Het spijt me heel erg. Het zou niet gebeurd zijn als ik in de buurt was geweest. Ze wilden dus echt soep van me maken. Alfred, deze dame hier bewaakt de pot met goud bij de regenboog. Is dat echt waar? Is dit hier dan de voet van de regenboog? En klopt die legende? Bestaat de pot met goud echt? Ja, die bestaat echt. Ik ben Alfred Jodocus Kwak. Maar we hebben je al voorgesteld aan Hare Majesteit voordat je wakker werd, Alfred. Noem me maar gewoon Nora, hoor, Alfred. Ik wil u graag nogmaals bedanken, Nora. Nora heeft beloofd dat ze ons naar de pot met goud brengt, Alfred. Echt waar? Dat is geweldig. Hij staat achter de waterval. Ik zal jullie hem meteen naartoe brengen. Kan je al lopen, Alfred? Ja, dat lukt wel. De pot met goud, de pot met goud. Daar staat hij. Oh. De pot met goud bestaat dus echt. Het is iets heel bijzonders om te ontdekken dat een oude legende waar is, hè? Maar is die andere legende dan ook waar, professor? Wat bedoel je? Dat alle kleuren uit de wereld zullen verdwijnen als je de pot met goud weghaalt van waar hij staat. Ja, dat is waar. Ook dat hoorde bij de legende. Is dat ook waar, Nora? Ik ben bang dat ik het antwoord op die vraag niet weet, professor.
omdat de pot nog nooit van deze plek verdwenen is. Maar je hebt er wel eens iets over gehoord, hè? Ja, mijn moeder heeft me dat verteld, maar ik denk dat zij ook niet wist of het waar was. Ook tijdens haar leven is de pot nooit weg geweest van deze plek. In ieder geval moet de pot met goud hier altijd blijven, om ervoor te zorgen dat die prachtige regenbogen in de lucht verschijnen. Mogen we misschien eens zien wat erin zit? Natuurlijk. De legende is waar. Elke zandkorrel heeft de vorm van een stern. Gouden pot met goudzand erin, hè? Professor, heeft u als geleerde niet de behoefte om uit te zoeken of het ook waar is dat alle kleuren uit deze wereld wegtrekken als de pot met goud weggehaald wordt van deze plek? Nee, ik kan dat alleen doen als iemand me garandeert dat de kleuren ook weer terugkomen als de pot weer wordt teruggezet. Het zou afschuwelijk zijn als de wereld al zijn kleuren zou verliezen. Ja, inderdaad. Yes, that's true. Maar wordt de terugweg weer even moeilijk als de hele... No, Tandem heeft mij een weg gewezen die veel makkelijker is. Oh, gelukkig. Goeiedag dan. Good night, professor. Professor, er is iets mis. Het is toch vroeg in de morgen, hè? Wat is er aan de hand, hè? Dat weet ik ook niet. Ik ben ook net wakker gemaakt. Wat is er eigenlijk aan de hand, Tandam? Mond houden. Oh, hallo. Goedemorgen, Nora. De pot met goud is verdwenen. Wat? Iemand heeft hem gestolen vannacht. Hè? Waar is Pikkie? Hey, Pikkie, waar ben je? Oh, Pikkie, is het weer zover? Oh, Pikkie is dus een ekster. Ja, hij raakt helemaal zijn verstand kwijt als hij dingen ziet die glinsteren. Dat hebben alle eksters, hè? Ja. Zeg, pa, als Pikkie die pot met goud inderdaad gestolen heeft, wat denkt u dan dat hij daarmee gaat doen? Hij zal hem meenemen naar Groot Waterland en hem daar ergens verbergen. Ik vermoed dat hij nog ergens hier in het bos is. Wij moeten hem gaan zoeken. Oh no. Hey, kijk daar eens. Look there. Look. De kleuren verdwijnen. Oh, kijk. Dat gedeelte van die legende was dus ook waar. Het wegtrekken van de kleuren begint bij de waterval en breidt zich van daaruit, professor. Zo te zien wel, ja. Wij moeten zo snel mogelijk die pot met goud vinden en hem dan weer terugzetten. Hij is van mij. Hij is helemaal van mij. Professor, denkt u dat Pikkie op weg is naar de vliegende molen? Als dat zo is, dan kunnen we hem elk moment inhalen. Deze weg hier door de jungle is veel korter geworden. Ja, maar vergeet niet dat hij door de lucht kan vliegen. Niet als hij die zware pot moet dragen. Wat een vreemd voertuig. Ja, dat zegt iedereen, maar het is echt een uitstekende machine, ja? Ik wil daar graag eens in vliegen. U bent welkom. Als Pikkie inderdaad naar Groot Waterland gegaan is, gaat u natuurlijk met ons mee om hem te zoeken, hè? Ik wil alles doen om die pot terug te brengen waar hij hoort. Hiermee kunnen wij zelfs die ruimte ingaan. Ongelooflijk. Iets gevonden? Niemand hier in de buurt heeft Pikkie gezien. Hij is hier niet geweest. Waar zou die toch naartoe gegaan zijn? Misschien is hij wel een heel andere kant op gegaan. Hij kan de vliegende molen immers niet besturen in zijn eentje. Het is best mogelijk dat hij naar het MB-vliegveld is gegaan en dat is precies de andere kant op. Laten we daar onmiddellijk naartoe gaan. Misschien zijn we nog op tijd als we met de vliegende molen gaan. Daar twijfel ik aan, Alfred. Ik denk dat Pikkie die pot veel eerder gestolen heeft dan wij denken. Hij is al lang het land uit. Dat klinkt inderdaad waarschijnlijk, ja? We kunnen beter op hem wachten op het vliegveld van Groot Waterland, want dan zijn we zeker op tijd.
Attentie alstublieft. De passagiers van vlucht 202 naar Groot Waterland kunnen nu aan boord gaan. De passagiers van vlucht 202 naar Groot Waterland kunnen nu aan boord gaan. Zo. Oh. Hallo, Pikkie. Dolf? Dat noem ik nog eens toevallig. Ga jij ook mee met dit vliegtuig? Ik ook. Je bagage lijkt me erg zwaar. Zal ik het dragen? Blijf er vanaf! Nou, heel erg bedankt, Dolf, maar ik draag dit liever zelf. Hoe lang duurt het nog voor we in Groot Waterland zijn? Nog een half uur, pa. We moeten daar absoluut eerder zijn dan Pikkie. Maak je geen zorgen. Die vliegtuigen maken altijd een tussenstop in Morena. Dus we zijn zeker eerder in Groot Waterland dan Pikkie. En hoe bevalt je eerste vlucht door de lucht, Nora? Valt het mee? Geweldig. Maar het liefst heb ik zo snel mogelijk de gouden pot terug. Dit is een luchtopname van dit geheimzinnige fenomeen. In een straal van 5 kilometer rond de waterval heeft alles zijn kleur verloren en is zwart-wit geworden. En deze straal zonder kleur lijkt zich langzaam maar zeker in alle richtingen uit te breiden. Als dat zo doorgaat, wordt het hele Arlon-continent grijs. De geleerden staan voor een raadsel. Oh, wat verschrikkelijk. We moeten opschieten. Ah, de vlucht uit MB komt dus nu pas aan. Ja, opschieten nu. Waar heb je de pot met goud verstopt? Gestolen, die is gestolen. Gestolen? Hoe kan dat? Door wie? Dat heeft Dolf gedaan. Dolf, die schurk weer. Jeetje, Mina. Ik was zo verbaasd toen ik hem zag staan op het vliegveld van MB. Maar hoe heeft hij die pot met goud dan van je gestolen, Pikkie? Hij had meteen door dat die pot met goud niet van mij was. En waarom zie ik hem dan nu niet hier? Ons vliegtuig heeft een tussenstop gemaakt in Morena. En daar is Dolf uitgestapt. In Morena, dat land met al die casino's? Ik heb ook wel eens gehoord dat een hoop misdadigers zich daar verbergen. Oh. Ik krijg die Dolf heus wel te pakken, hoor. Onze plage, la compromptuitage, is ons leg magazique, vlag la plique, leg fronton marche, cuveur. La privoe, la concert, la comparde, on s'attire de l'arc de son sang. Welkom in ons casino, Dolf. Lang geleden dat je hier voor het laatst was, hè? Ja, ik heb een tijd zaken gedaan op het Arlon-continent. Zo, ja, ja. Maar ik denk dat ik hier vanavond ontzettend veel plezier ga hebben. Nou, een jovele avond, Dolf. 12. Het wordt absoluut 12. We zijn niet eerst even naar onze manager toe gaan, Dolf. Zie je wel, ik had gelijk. Wat? Vandaag is het mijn geluksdag. Dit wordt een geweldige avond. Ja, maar Dolf... Hé, wat? Ah, maak je geen zorgen, ik ga straks al naar jullie manager. Geen sprake van. Je gaat nu. Je hebt toch gezien dat het mijn geluksdag is, hè? Ik wil zo snel mogelijk gaan spelen, dus geef me wat fietsjes. Geen fietsjes. Oké, ik ga nu meteen wel naar hem toe. Hallo, Dolf. We hebben je de tijd niet gezien. Je wilde me spreken, hoor ik net. Ja, we moeten iets heel belangrijks bespreken. Jij herinnert je toch nog wel dat wij nog een hoop geld van je krijgen, hè? Oh, natuurlijk wel. En maak je geen zorgen, ik kan al mijn schulden vandaag terugbetalen, want dit is mijn geluksdag. Een jaar geleden heb je dat ook al eens gezegd. En toen heb ik tot de volgende ochtend zitten wachten. Je zei dat je naar de wc ging en toen was jij verdwenen. Hoe dat toen gegaan is, heeft de man die jou die avond in de gaten hield mij verteld.
Vanavond gebeurt dat niet. En dus heb ik inderdaad al besloten dat jij eerst al je schulden moet afbetalen. Voor jij hier weer mag gaan spelen, begrijp je wel. Maar ik heb helemaal geen geld bij me vanavond, geen stuiver. Zeg dat nog eens. Ik heb je vast niet goed verstaan. Ongelooflijk, wat een lef. Vanavond kom jij hier niet meer levend vandaan, Dolf. Zoveel schulden en dan geen geld bij je hebben, dat is misdadig. Ik heb geen geld bij me. Dat kan niet waar zijn. Het is echt waar. Ik heb geen geld bij me vanavond. Hoe durf jij dan hier te komen? Reken er maar niet op dat jij hier levend uitkomt, meneer Dolf. Dit komt van het Arlon-continent. Heb je enig idee hoe waardevol deze pot is? Nee, krijg het nou. Dat is het eindige geweld. Ja, er bestaat er maar één van in de hele wereld. En geef je dit aan mij om je schulden af te betalen? Doe niet zo stom. Vergeleken met de waarde hiervan is wat jullie van me krijgen hoogstens zoiets. Nee, dat is veel te weinig. In ieder geval is het niet erg veel. Ik ga deze gouden pot bij Oppot verkopen. Daarmee verdien ik bergen geld. Moet ik hem eruit keilen? Ja, Wij hopen dat je hier een prettige tijd zult hebben, Dolf. En geef hem maar zoveel visjes als hij hebben wil. Is mijn vaste plaats nog vrij? Voor jou altijd, Dolf. Het is oké, nou. Hij is echt onvoorstelbaar rijk geworden. Zo. Sorry, het spijt me zeer, maar deze stoel is voor mij gereserveerd. Wat een verrassing als dat Dolf niet is. Hé, hoe gaat het ermee, Alfred? Prima, prima, dank je. Maar jij ziet er zoals gewoonlijk erg ziek uit. Wacht eens even, Alfred. Gaan je ogen zo hard achteruit? Ik heb me nog nooit zo goed gevoeld. Nee, je bent absoluut ziek, Dolf. Net als Pikkie. Pikkie? Ja, want als je niet ziek bent, zal je straf heel zwaar zijn. Geloof dat maar. Wat je nu gestolen hebt, is iets heel groots. Aha, dus daarom ben je hier, hè? Je moet teruggeven wat in die tasje, Dolf. Je bent en je blijft echt onverbeterlijk, Dolf. Kijk dat nou. We zijn er echt allemaal, hè? Wat een lawaaiig stelletje tuig. Meneer Dolf, ik ben Nora, de beheerder van de pot met goud. Wilt u hem alsjeblieft aan mij teruggeven? Geen sprake van. Het wordt tijd dat je hem teruggeeft, Dolf. Of wil je in dief genoemd worden waar iedereen hierbij is, ja? Ik laat hem niet ontsnappen, nooit! Opzij, opzij, opzij! Stop nou! Krijgt Alfred hem wel te pakken? Maak je maar geen zorgen, Nora. Dat lukt Alfred zeker. Je zult het zien. Niets in de wereld is zo belangrijk voor mij als deze planten. Dus wie heeft het gedaan? Wie van jullie twee? Wie? Hij deed het! Als jullie niet zeggen wie het gedaan heeft, krijgen jullie daar spijt van. Dat is echt waar! Hij deed het! Zo, en van wie is deze tas dan? Nou, hè? Van mij! Ja,
Jullie nemen mij allebei in de maling, hè? Alfred, dat vergeef ik je nooit. Nooit meer. Zoals uit deze beelden duidelijk blijkt, zijn de prachtige kleurencombinaties van de waterval weer volledig terug. Maar nog niemand is in staat geweest een wetenschappelijke verklaring te geven van dit vreemde fenomeen. Ja, Winnie, dat is gekomen doordat iemand de pot met goud heeft weggehaald bij de regenboog. Dat is echt een wetenschappelijke verklaring. Wat is dat mooi. Hey Alfred, ik zie een regenboog. Ik zie een regenboog. Oh, wat mooi. Soms is hij ongelukkig, ontzettend ongelukkig.